Uiteindelijk, ik maak weer een klein sprongetje op 46 juli 1944. U wordt gepakt eigenlijk, betrapt met twee jongens uit het verzet. U zegt, ik ben gewoon hun vriendin, ik weet niet wat zij doen. Dat wordt ook een beetje geloofd. Dus u bent dat dus hebben zij ook gezegd, het was afgesproken. Precies, precies, dat was afgesproken. Dus u kwam er eigenlijk mee weg. U was een soort politieke gevangene, maar u moest wel naar kamp Vught. En vanuit kamp Vught moet u uiteindelijk toch naar Ravensbrück. En iedereen uit kamp Vught bijna. Ja. Alleen een paar vrouwen zijn losgelaten, een paar prostituten. Klopt. Maar goed, u zit in de trein naar Ravensbrück en u schrijft daar in die trein een briefje. Een briefje aan een vriendin van u. Dat heeft u bij u. Op een stukje wc-papier. Op een stukje wc-papier. Schrijft u een briefje aan... Het is bijna vergaan. Ja. Ja, want u stopt dat... U schrijft het om te beginnen in een volk wagon. U stopt het door een kier in de deur en het valt ergens op het land. Op het perron. We stopten in Roermond en het viel daar op het perron. Dat bleek later dus. Ja. Sorry, dat wist ik toen niet natuurlijk. En wat kunt u het voorlezen, het briefje? Oh ja, ligt hier, dacht ik. Aan wie is het gericht? Aan Greet Brinkhuis. Een vriendin. Mijn vriendin Greet, die heb ik ontmoet toen we in Amsterdam terugkwamen uit Diemen. In 1930, dacht ik, 31. En toen ik naar beneden kwam om op straat te gaan spelen, toen kwam zij ook. Ze woonde aan de overkant. Kwam ze naar beneden met een bal en zei, wil je met mijn bal spelen? En sindsdien zijn we dus vriendinnen gebleven. En zij was fantastisch, gedurende de oorlog ook. En u dacht aan haar... Vader zei altijd, ze is de enige die nog blijft komen, dat was waar. Oké, u dacht aan haar in die wagon. U denkt, ik schrijf een briefje op hoop van zegen. Ik wurm het die wagon uit en het is terechtgekomen bij haar. Lieve Gretchen, zit hier in een veewagen met 12 mensen in Vught. Ga dadelijk naar Sachsenhausen of Ravensbrück. Houd moed. Ik doe het ook. Ofschoon ik wou dat er nu toch eindelijk een eind zou komen. Een eind aan kwam. Heb deze enveloppen met briefje uit de trein gegooid door een luchtkeer. Dag schatten, zoen, Marga. En het heeft haar bereikt? Ja, en het grappige is dat we al die jaren... Ze is veel bij mij logeren, komen logeren en ik bij haar iedere keer als ik in Amsterdam was. Het grappige is dat we beide vergaten dat dat briefje er was. En het heeft haar bereikt in dit envelopje. Want niet in de envelop uit de vrachtwagen gegooid. Dat heeft iemand verkeerd gezegd daar. Maar de man die het gevonden heeft... en we denken dat het de perronchef geweest is in Roermond. Mm-hmm. En die heeft het naar mijn vriendin Greet Brinkhuis gestuurd in dit envelopje. En een paar jaar voor haar dood, en dat is nu een 10 jaar geleden... moest ze verhuizen van Driehoog naar, omdat ze ouder werd ook... van Driehoog naar een benedenhuis. En toen haalde ze al de dozen uit, van onder de bedden uit... En daar was dus in een van die dozen was dit briefje. En toen belde ze me en vertelde het mij. Ik wist dus helemaal niet dat dat gebeurd was. En toen heb ik gezocht naar de man die het gezonden heeft, dus die het gevonden had. Een meneer Zoete, dat schrijft hij dus. Briefje. Hij schreef er een briefje bij naar mijn vriendin, dat hij het gevonden had. Mm-hmm. En dus ik probeerde in Brabant... En Limburg, alle mensen te vinden die Zoete heet. Ik ben door hele dikke telefoongidsen gegaan en zo. Maar niemand was het. U had hem willen bedanken. Ik vermoed dat hij dood was, die man. U had hem willen bedanken. Oh, zeker. Ja. Ik had hem willen bedanken. Ja. Ja, en ik heb nog spijt dat dat niet kon gebeuren. Mm-hmm. Jazeker, ja. Uiteindelijk belandt u in, en dat is natuurlijk ook een groot deel van uw boek... in het vrouwenkamp Ravensbrück. We gaan kijken naar Anna Berendsen. Dit is De Bezetting 1963, een televisieprogramma uit die tijd. En ook net als u, een overlevende van Ravensbrück. U kent haar, hè? Heel goed, ja. Want zij is, ik ben bewusteloos geslagen in Ravensbrück... toen ik eens niet van het toilet op kon komen bij een assessor met zijn riem. En toen heeft Anne Berendsen en een van de andere dames mij opgehouden... omdat ze moesten tellen wie appel stond. Mm. En naar het ziekenhuisje gebracht, naar de rivier gebracht. Dus en daarna heb ik Anne Berendsen heel goed gekend ook, ja, en haar man ook. Laten we even naar haar kijken. Het was verbazingwekkend hoe gauw ze in zo'n kamp kans zagen... en
grauwe, schuifelende schim van je te maken in plaats van een gewoon mens. Als je kwam, werd je eerst lang buiten gezet. Dat was koud en je werd er heel moe van. En dan kwam je binnen in een loods. En daar sprongen ze van alle kanten op je aan. Dat was eigenlijk heel griezelig. En in een ogenblik werden al je kleren weg, dan je naakt. Als dat gebeurd was, dan werd je wel of niet kaal geschoren. Dat heette de ontluizing. En dan kreeg je de kleren van het kamp. Dat was dun en weinig. Dat gebeurde allemaal in die loods met veel getier en gebrul en slaan. Je zou zeggen, het was de afwezigheid van alle goeds en alle vreugde, zoals ze de hel zo vaak beschreven hebben. Ja, ontmenselijking, de hel, daar leeft u in.